Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier vandaag met Lotte. En wij kennen elkaar nu een tijdje en we zijn eigenlijk vriendinnetjes geworden. En nu gaan we ook filmen. Ja, echt superleuk. Echt heel gezellig. En Lotte wil heel graag eten proeven. Ja, ik hou echt sowieso heel erg van koek. En ook van snoep, maar meer van koek en zo. Dus ik heb echt helemaal zin in wat we nu gaan doen. Ja, want dat zijn best wel koekachtige. Ja, gelukkig. Alleen dit is een beetje raar. Pretzel. We hebben trouwens gekregen van de Jamin. En nu ga jij nog. Die moet als laatste wagen. Oké. Ik ben er gewoon heel benieuwd. Ik heb daar gewoon zin in. Ik ben zo benieuwd naar die. Ik ben ook heel erg benieuwd naar die Pop-Tart. Heb je dit nooit gegeten? Ja, één keer, maar dat was een hele niet lekkere smaak. Je moet het dus in de oven doen. Ja, I know. Gaan we dat doen of niet? Nee. Ik had het toen in de oven gedaan. Ik vond het niet veel boeiender. Nee, het wordt dan alleen ietsje zachter. Toch? Die? Moet het openmaken? Ja. Dit is het. Het zijn dus Pop-Tarts. En Pop-Tart is natuurlijk echt mega Amerikaans. En het is de Hot Fudge Sundae. Oeh, ik weet niet of ik die al eens geproefd heb. Ik nog niet in ieder geval. Zal ik hem openmaken? Ja. Oh, het ruikt echt heel lekker. We hebben heel veel honger. Ja, we hebben ook niet geluncht. En jij niet eens ontbeten. Oh, deze heb ik denk ik nooit gehad. Oh, dat is niet heel zet. Hij ruikt echt lekker naar chocolade. Ja. Eerste gedachte is lekker. Bij mij ook. Hij ziet er ook zo leuk feestelijk uit. Ja. Ik vind hem serieus lekker. Ik ook. Ik heb één keer eerder Pop-Tarts gegeten en die vond ik dus niet zo lekker. Ik ook niet. Vond ze maar deze is wel echt lekker. Ik wil hem heel veel. Eten. Ik ook. Het is en best wel chocola. En van binnen heel lekker zacht. En dit is knapperig. Ja, en er zit zo'n lekker wit laagje tussen. Maar we hebben wel honger. Dus daardoor vinden we het nu denk ik heel lekker. Waarschijnlijk is het gewoon lekker. Ik weet niet, maar ik vind het nu echt heel lekker. Ik denk dat ik het sowieso heel lekker vind. Ja. Ik vind het echt lekker. Ik wil hem opeten, maar ik doe het niet. Ik ook. In Amerika is dit gewoon ontbijt, hè, voor kinderen. Ja. Gewoon brood. Maar hoe dan? Dat snap ik echt niet. Dit is gewoon echt een en al slecht. Ja, dit is gewoon een slechte koek. Ik denk dat ze daar denken dat dit een bruine boterham is. Ik wil hem zo graag opeten. Ik vind het echt heerlijk. Ik vind het ook echt heel lekker. Die icing erop. Ja, maar ook die ertussen. En ook dat deeg. Alles. Ja. Ik vind het echt helemaal top. Nee, ik ga hem wel. Nee, maar. Oké. Ik hou ervan, want normaal als ik met iemand film, zegt ze altijd met één hapje en klaar. No. Ik wil alles opeten. Ik wil dit. Ik ook. Kunnen we hier geen leuke Insta-foto's mee maken? Gewoon met zo'n dingetje. Met deze stokjes. Oh, ik moet weer. Nee, je moet achter mij. We moeten één hoofd vormen. We zijn een trein. Oh, het is. Zag je ook dat er al op zat? Ja. Kijk. Het lijkt een beetje op van die cheese dippers die we ja. hebben. Ja. Ik dacht dus dat het zoals met dit zit het er al op. Ja, of misschien ook niet. Oh. Jawel, hier wel. Oeh. Het is heel zoet, zeker. Wow, dat ruikt echt naar suiker met aardbeienpoeder. Heel chemisch. Ja. Zo ziet het eruit. Oké, wil jij de eer? Ja. Het ziet er in ieder geval, als je dit als kind mee hebt, weet je, als juf zijnde als een kind dit mee heeft, voelt hij zich denk ik wel cool. Ja, en als juf zijnde zou ik dan echt denken, niet doen. Kind, wat heb je bij je? Ja. Oké, zo ziet het er dus uit. Het is een soort van, ik denk gewoon een soort frosting slash glazuurachtig iets. Ja, maar dit is dan wel, zoals Chris dat noemt, een clickbait verpakking. Ja, zeker weten. Echt een clickbait verpakking. Ja. Tenminste, of je moet... Hé, het is helemaal niet diep. Hij kan maar tot hier, dus je kunt het niet eens krijgen. Nee, dat is echt een mega clickbait verpakking. Ja, want stel dat je het heel diep doet, dan doe je hem erin. En dan kijk, dan krijg je oh, wel. Oh, jij hebt het wel leuk nu. Ja. Ik heb echt alleen zo'n toefje erop. Doe ook. Nee, ik heb al per ongeluk gelikt. Oh. Ja, maar ik heb ook een gelikt. Oké. Echt lekker. Ja, ik vind het ook lekker. Ik heb het nog een keer. Maar dan met de achterkant, hè? Maakt niet uit. Wel, dat doe ik met lumpia's ook. Ben jij ook zo? Ja. Ik ook. Oh. Neem je ook meestal geen hapje van iemand anders? Dan leave me hanging. Heb jij dat ook? Ja. Ik ben een beetje smetvezig met speeksel. Ja, ik ook. Echt? En ik vind het dus altijd heel vervelend als iemand... teruggaat. Dat is patatjes. Ja. En dus ook met lumpia zo in de saus. En dan denk ik... Ik heb nu trouwens wel. Maar ik heb dat ook. Maar ik hoef deze hier nu toch niet meer. Dus. Maar naar witte chocola. Het ruikt echt best wel goor chemisch. Maar het smaakt zo lekker. Ja, het smaakt naar die Oreo met aardbei. Ik vind het zo lekker. Ik vind het ook lekker, maar ik vond die vorige lekkerder. Ik neem daar nog even een hapje van. Is het omdat wij zo hongerig zijn? Ik denk dat ja. Ik vind mezelf iets positiefs voor mij doen. Nee, maar het is wel... Ik vind vooral dat stokje heel lekker. Proef eens even dip eens en lik eens de saus eraf. Saus. Ik vind, denk ik, dat stokje het lekkers. Nee, hoor.
Lord. Nee, Lord. Dat kan toch niet. Proef. Het smaakt echt naar Oreo-vulling. Ja. Het is super lekker. Nee. Wel? Ik vind het wel lekker. Welke kant moet ik nu dan eigenlijk dippen? Geen één. Je hebt het nu verpest. Nee, ik vind dat stokje echt wel lekker. Ja, knapperig. Ik hou dus niet per se heel erg van aardbei in. Ik neem nooit aardbeien smaak. Nee, ik dus ook niet. Ik heb dan liever meloen of zo. Ja, of hooguit wel. Bij de muesli vind ik rode vruchten op zich wel lekker. Ja, ik ook. Mm. Maar dat is echt. Ja, droog wel. Ja. Was dat goed genoeg? We hebben twee bananenkoekjes, dus het is wel interessant. Oh, om... dit is veel zwaarder ook, ja. Dit is chocolate banana. Misschien eerst die. Allebei tegelijk. Openmaken. Dan kunnen we ze vergelijken met elkaar. Deze moet ook nog even. Ga even. Oh. Dit is van het merk Pocky. Net als deze. Oh, het is wel ook echt van hetzelfde merk. Maar waarom is het dan zo'n compleet andere verpakking? Het lijkt wel een soort limited edition uit de Bahama's. Ja, uit de Bahama's. Oh, dit is echt heel cute. Er zitten zakjes in, twee zakjes. En er zitten er heel veel in. Is dat normaal? Als je dat als kind mee krijgt, ben je wel echt leuker. Ben je gewoon een Big Boss baby. Oh, je hebt hem al open. Heel bij jou zit er ook meer in. Ja, dat geloof ik wel. Heb ik die met chocola? Ja. Maar waar zit die chocola dan? Huh? Ruik eens. Oh, echt die bananensnoepjes. Maar, heel chemisch, maar wel wat ik denk lekker. Wow, je ziet bijna het verschil niet. Dit je is hetzelfde. Ruikt ook helemaal niet het verschil. Dit is hetzelfde, maar alleen dit is een chocoladestokje en dat andere is een wit stokje. Maar waar is... Oh, het is een chocoladestokje. Denk ik. Oké, we moeten ze alle twee allebei proeven. Ik weet niet meer welke is. Oh ja. Je moet er ook hier eentje van pakken. Oh ja. Dan gaan mensen weer zeggen, gierig! Ja, Charlotte. Laatst had ik niet eerst water ingeschonken voor mijn nichtje, maar voor mezelf. Maar mensen gingen helemaal woest. Oh, ik vind dat echt nonsens. Want zij was zeg maar nog waar mensen op letten. Doe even normaal. Ja, ik deed zeg maar dit. Ik wilde inschenken van kom eens met je glas, weet je wel. Ja, maar ze was er nog niet. Dus ik denk nou, ik doe vast mezelf en dan haar. We begonnen gewoon tegelijk met cheers. Helemaal hysterisch. Ik krijg in die comments dan zeggen mensen van, oh, je aait Lilo eerst. Je moet eerst Dolly aaien. En dan denk ik echt, nee, hallo, Lot. We zijn er al lang voorbij die fase van jaloezie. Deze is dus de chocola. Deze is dikker. Qua omhulsel. Oké, hoe gaan we dit... Omhulsel. Ja, dit. Lijkt op een stokje met oud en nieuw. Hoe ga je het doen? Ja, zo'n sterretje. Eerst een hapje bruin. Ja. Nee. Die, is juist, die heeft meer smaak. Eerst ik heb weer per ongeluk gelikt. Oké, eerst deze. Ik doe dat zo. Niemand doet dat. Doe dat dit? Hoe? Dan proef je het beter. Niemand doet dat, het werkt echt. Dat is zo smerig. ASMR is dat. Hey, ik zie highlights ook wel netjes. Ik ben heel bruin. Maar wat vinden we ervan? Ik vind het wel lekker. Het is een soort van chemische banaan, maar wel ja, lekker. Ja, maar niet heftig. Wow, heb jij al zoveel? Ja. Ik vind het niet dat je denkt, oh, het is te veel banaan. Als je geen banaan lust je dit misschien zelfs. Ja. Maar ook niet dat ik denk, oh, wat bijzonder. Nee. Ik ga hier nu allemaal andere kiezen doen. Ik doe alles in dezelfde. Ik zweer je, het werkt. Je gaat het vanaf nu altijd doen. Ik proef echt letterlijk geen verschil. Er zit geen chocola, het is een foutje, denk ik. Maar dat is echt stom. Oh, dit is de bananasplit flavor. Ja, nou. Maar daar hoort ook... chocoladesmaak aan zitten. Ik proef echt nul verschil. Dit is geen nul het chocola. Het enige verschil is dat dit stokje bruin is. Ja. Maar qua smaak zit er gewoon geen verschil aan. Een soort discriminatieachtig lijkt het een beetje. Van de beide kleuren. Nee, maar zou je dit nog een keer kopen? Nee, niet per se. Zou je nu denk ik wel nog een hap? Ik zou dan eerder deze hap. Ja, ik ook. Proef je ook dat er zout in zit? Dat maakt het dus lekker. Dat is dus ja. Dat heeft mijn moeder me geleerd, als je een havermout zout doet, is het zoveel lekkerder. Echt? Een snufje, dat is dit ook. Ik ga dat morgenochtend meteen doen. Echt? Ja. Oké, leuk. Oké, nu? Oh nee, snel, de kappen. Schatter, dit is van jou. Helemaal niet, ik heb het allebei opgegeten. Ik ook. Niet. Echt wel, ik ga het terugzien, dit is van jou. Dit is van jou. Is die donker of die lichte? De donkere. Die heb ik op. Ik ook, ik smeer het je. Ik ben zo benieuwd, je moet nu echt zo terug doen. Ik moet zeggen dat ik het nu al wat,
wat, ik denk dat ik nu al wat kritischer word. Ja, omdat je nu enigszins verzadigd al bent. Nu moeten we dit. Wat zijn dat? Die pretzels, ja. Oh, met sea salt. Kom! Oh ja. Oh, film al een kwartier. Caramel sea salt. Ja, ik kan niet snel filmen. Ik ben ook niet. Oeh. Heel heftig. Waar ruik ik naar? Mag ik ook? Nee. Gadver, ik heb hier echt zo dat stukje liggen. Eet het op. Nee. Jouw laatste stukje is ook lekker nog met vulling. Oh, mijn ook. Mag ik? Zeg maar. Oh! We doen 3, 2, 1 en dan moet je zeggen waar je aan moet denken. Oh ja. 3. Ah, je hebt het al gezegd. Ja. Top 1. Lippenbalsem. Met van die, als je dan lippenbalsem hebt met bijvoorbeeld karamelgeur. Nee. Oh. Ik heb nooit lippenbalsem met karamelgeur. Dat vind ik dan te heftig. Ja, is ook maar vroeger als kind. Dat mocht ik denk ik niet van mijn moeder. Zit er wel iets op? Oh ja, er zit chocola op. En het lijkt gewoon een pretzel, maar dat hele bruine is dus een laagje karamel. Oh, maar mijn heeft helemaal geen zout erop. En ook geen chocola. Pak een ander. Kijk. Dat zien jullie waarschijnlijk niet. Oh nou. Dit is echt hilarisch. Maar kijk dan, wat een verschil. Die van jou is veel leuker. Ja, je moet een ander nemen. Ja, ik wil die niet. Maar misschien zitten er wel verschillende soorten in. Dat kan ook. Ik vind de geur heel heftig. Ik vind dit denk ik ook wel heftig, maar wel lekker. Dus wel goede sizzle. Oh, ik vind het heel lekker. Oh, het is lekker. Maar het is ook super zout. Wow. Daar hou ik van. Dit heb ik nog nooit in mijn leven gegeten. Ik ga het nu even beschrijven. Eerst proef je echt een heel lekkere, knapperig iets wat zoet smaakt. Dan proef je ineens, oh, het is een pretzel, dus het is een beetje hartig. Ja. Dan proef je heel erg zoet die karamellaag. En dan ineens komen er allemaal zoutkorrels die smelten in je mond. Hier. Nu moet jij het beschrijven. Ik heb een haartje erop. Eeuw. Ruben is altijd heel goed in beschrijven van dingen. Ik kan dat ook heel goed. Doe het. Oké. Ik moet even... Moet je ondertussen zeggen, op dit moment ervaart ze. Ja, zoals die, hoe heet het ook alweer, van vroeger op tv, die Belgische presentator. Gert? Nee. Nee. Oh, het is lekker. Ja, je proeft zeg maar eerst, ga je door dat laagje van... die chocoladedrizzel heen. Nee, dit is karameldrizzel. Nee, hier zit ook chocola hoor. Daar ga je eerst doorheen. Ja, dat proef ik als eerste. Daarna proef ik zo dat zachte, licht karamelachtige, dat zoete. Zo lekker. Daarna bijt je inderdaad echt op de pretzel. Dan wordt het wat steviger, wat meer crunchy. Ja. En dan daarna komt inderdaad wat jij ook al zei, dat zout. Dat je echt denkt, oh lekker, zout. Ik vind het, dit is echt, lekker. Maar dit is echt iets dat ik zou denken van, dit herinner je echt. Het blijft je echt bij. Ik vind het zo lekker. Maar ik moet hier niet een hele zak van. Nee, dan word je heel misselijk. Ja. Maar dat is ook wel goed. Gewoon een 2 of 3 bij de thee. Ze hebben ook white, misschien 6 of zo. Ja. Dit is nu maar nummer 1. Oh. Zeg niet dat je de pop-tarts lekkerder vindt. Nee, lol. Nee, ja. Wil je die nou nu niet terug omdat die niet goed is? Nee, nou. Deze is een fabrieksfout. Daar hou ik niet van. Nee, ja, bij mij staat die denk ik ook wel op nummer 1. Omdat het echt wel echt iets bijzonders goed. Is en echt lekker. Stel je zou zeggen dat je dit echt bij een traiteur of zo, weet je, bij bonbonnetjes. Ja. Het lijkt echt een soort van ambachtelijk gemaakt. Ja, dat is echt zo. Dat je dit in Amsterdam koopt en dan voor echt voor 6 euro zo'n speciale zak of zo. Dat je alsof het heel speciaal Want is. Want bijvoorbeeld die pokkies, dat is gewoon super goedkoop. En dat proef je echt wat heel chemisch is en zo. En dit is echt alles behalve heel chemisch lekker. En goedkoop. Het proeft echt. Nee, het smaakt echt heel lekker. Ja. Oké, next. Ik heb op zich nog wel zin in dit enige hartige. Ja. Jij ook? Met chili. Ik liet een boertje trouwens. Lekker. Sorry. Wat zegt dat boertje? Echt de helft van jouw memo's bestaat uit. Oh, sorry, ik liet een boertje. Echt? Ja, echt? Echt? Ja. Oh. Oh, ik laat dan blijkbaar heel vaak boertje. Is het boertje? Nou, hoe zeg jij dat dan? Gewoon dat ik liet een boer. Ik laat eigenlijk nooit een boer. Ja, ik ook niet expres hoor. Alleen soms gebeurt het. Dit zijn een van zien. Die zouten stokjes. Achter mij. Komt maar. Oh, mijn batterij is al bijna leeg. Fijn. Oh. Moeten we nu heel snel doen. Ja. Oké. Okay. Cheers. Dit lijkt me een beetje zo'n zout stokje gewoon, weet je wel? Die denk ik dus kopen. Niet. Oh. Wat is dit voor gerecht? Heel lekker. Ja, hier hou ik van. Pittig, hou je daar ook van? Ja. Mm. Echt een kruid. Dit smaakt naar noedels. Ja! Die zakjes die over noedels gaan. Precies, het smaakt echt precies naar noedels. Wat? Comment even jongens. Even wachten tot Lotte weer achter mij gaat. Wat voor gerecht is dit? Zeg het ons. Ja, weet ik ook niet, maar ik wil wel nog eentje. Nee, aan de nasmaak wil je het poeder weg. Waar stop je zelf is het gebleken? Oh hier. Proef maar eens goed, maar op het einde proef je alleen nog de chili. Ja, maar het stokje is niet lekker.
De kruiden zijn heel lekker. Dat is, yeah. Oh, dan proef je echt die noedelpoeder. Ja. Doe eens. Alleen het stokje. Ja, dat weet ik al. Ik hoef niet meer. En nu ga je het stokje eten. Gewoon een droog soort van chemisch koekje. Ja, het stokje is wel een beetje chemisch inderdaad. Maar die kruiden, maar dat is heel makkelijk om te maken. Je gooit er kruiden op, je bent klaar. Ja, maar het moet wel blijven plakken. Ja, dat... Ik dacht dat serieus ook toen ik het zei. Ja, inderdaad. Niet heel spicy. Zie je dat ik allemaal haren heb? Ja. Hier ben ik heel benieuwd naar. Ik ook. Is dat achter mij? Ik wil kijken wat het is. Oh, cookies and cream. Oké. Okay. Leuk dat jij hier zo blij van wordt. Ja, ik hoor er altijd met jou. King size Hershey's. Ken je die reep van Hershey's? Ja, ja. Dat is dit. Maar Hershey's heb je toch ook heel... Oh nee, dat is Reese's met die peanut butter en zo. Daar hou ik dus niet zo van. Ik ben zo benieuwd. Jij laat het elke keer niet zien. Wat is je het? Je moet het zelf ervaren. Kijk maar in het zakje. Oh, als kruidnoten. Chocoladekruidnoten. Maar denk je dat het... Oké, wat denk wat je? Wat schattig. Denk je dat het zeg maar één massa is met stukjes koek en ding? Of van binnen een koek en daaromheen dit? Ik denk dat het één massa is, zeg maar, in een vormpje. Ja, denk ik ook. Ik denk niet dat er daarin nog een soort van vulling zit of nee. Zo. Overwijken. Ja. Maar het zit er wel... Ja, het zit er wel jou moet je laten zien. In. Laat jou iets zien. Ga achter mij. Ja, als lekker. Ik helemaal zoom zie je het echt, maar hoeft toch niet? Nee. Lekker! Dit zou ik echt in één keer opeten, want het is zo ja, zakje. Ja, slapen. Wil je hem mee naar huis? Mag, neem maar mee. Jij kan het hebben. Als ik dan thuis kom, dan is die al op. Omdat ik het dan zo in de auto naast me neerzet. We hadden laatst M&M's in de auto, ik weet niet wat Ruben ermee heeft gedaan, maar ze zijn op. Oh ja, deze vind ik heel lekker. Ja, maar in de witte chocola is een beetje... Het smaakt meer naar yoghurt. Een beetje neppe chocola. Ja. Dat, het is niet echt... Ik werd heel enthousiast, maar doe me niet denk heel tof. Veel. Wat heeft nog niet wel verslagen. Nee, kijk, als je gewoon zin hebt om te snacken en je mag snacken, dan eet je het gewoon makkelijk op, maar... Nee, ik zou nu dus niet meer het hele zakje opeten. Nee, ik hoef het niet, maar neem het maar wel mee. Oké, we hebben nog deze. Ik wil deze mee naar huis. Skittles. Ja, ik hou zo van Skittles. Skittles! Nee. Ik wil die lekker in. Ik zei niet Skittles. Dat zei je wel. Nee, ik zei stikkels. Ja, ik zo van Rummerhout. Deze heb ik echt al heel vaak geproefd. Ik wil de paarse. Volgens mij is dit ook gewoon de standaard, toch? Hoezo wil je de paarse? Oh, dit is wel lekker. Dit... Oh, mag ik dat zeggen? Wacht. Ja. Hé, je hebt een roze. Dit is niet bijzondere Skittles, maar dit is het zakje Skittles waar alle lekkerste smaken in zitten, naar mijn mening. Want niet die vieze oranje en gele. Ja, die gele is niet lekker inderdaad. Oranje neem ik nooit. Kijk, hier zit groen, blauw, roze, paars. Dit zijn de lekkerste van de... Dit is het beste zakje. Ik vind groen de lekkerste. Ik ook. Nee, paars en groen. Oh, die roze is ook lekker. Ja, smaakt dit is het beste zakje dat je kunt kopen van Skittles. Dat was het. Ik neem paars. Oh, ja, ik kan Skittles niet eten. Ik spuug altijd dat laatste uit. Gewoon, ik hou zoveel van Skittles. Het hoopje suiker wat overblijft vind ik echt niet lekker. Oh, ik wel. Oh, die smaakt als groen. Dit moeten we echt vaker doen, ik vind dit echt leuk. Ik ook. Dan ben ik ook niet zo serieus. Als jij dan Skittles meeneemt. Nou, ik kreeg gewoon weer allemaal snoep. Ah, deze is wel lekker. Dit wil ik altijd uitspugen. Waarom? Dat krijg ik niet weg. Een hoop suiker, dat hoef ik niet. Ik hou niet zo van zoet. Volgende. Batterij bijna leeg. Ja, deze neem ik ook mee. Ja, doe maar. Ik verzamel alles. Want anders geef ik het aan collega's. En Ruben moet ook niet alleen maar al mijn snoep opeten. Sorry Ruben. Dit mag je ook mee naar huis. Nee, dat neem wil ik niet. Neem gewoon alles. Je wil... Nee, die wil ik niet. Maar dan mag je het andere ook niet. Die mag ik. Dat ligt wel aan mijn kant. Ik gooi het. Deze mag je als enige niet. Nee, die hoef ik ook niet. Echt niet? Nee, die mag jij wel. Oké, bedankt. Deze wil Ruben denk ik. Zullen we deze nu doen? Nee, we moeten even deze. Deze vind ik niet zo heel interessant. Oh ja, dus die moet niet op. Wow, je leert het al. Ja. Goed, het is een echte smak in je oor. Lekker. Like no other, maar... Hello Panda Biscuits. Ik heb al heel vaak dit soort koekjes geproefd. Jij? Je mag nooit dit soort. De hele toko ligt er vol mee. Ik denk, ja, maar ik heb dus nog nooit iets van de toko geproefd. Behalve gewoon hun normale maaltijden, zeg maar. Oh, dat heb ik nog nooit geproefd. Oh, ik denk dat ik dit heel lekker vind. Nou, denk je dat het hele bolletje vol zit met spul? Nee, het is lucht aan de binnenkant. Ik heb ooit één keer wel spul. Nee, er zit wel spul in. Ja, maar het is wel hol, zeg maar. Auw. Dat vind ik weer gezellig. Het is een beetje klikbeterig. Ik hou ook niet zo van kokos. Ik word er een beetje misselijk van. Dat is niet mijn favoriet.
Als je kokos lekker vindt, is het prima. Maar dat vind ik echt knap, dat jij dan een halve op eet en dan kan zeggen, oh... Ja, alleen met dit hoor. Als ik een boterham heb, dan moet die op. Het smaakt ook een beetje naar kaas. Godver, ja! Ja. Kokoskaas! Ja, het is natuurlijk een cream of zo. Het smaakt meer van die slanky smeerkaas. Kijk, als je yoghurt hebt gegeten en na een tijdje proef je het in je mond door kaas. Smaakt het? Vind ik zo vies. Dat is verwarrend, hè? Proeft en smaakt. Ja, ik zeg nooit proeft. Dat komt door jou. Oké. Okay. Ja, hier heb ik ook zin in. Wat is dit voor smaakje? Nou, ik vond het er gewoon heel cool uitzien. Maar is het zwarte chips? Ja, sommige dingen. Ik had gezegd welke dingen ik graag wilde. Ze hadden onder andere. Geniet samen met familie en vrienden van onze Jimmy Supreme Nachos. Salted blue corn. Volgens mij is het niet een specifieke gekke smaak of zo. Nee. Op traditionele wijze maken wij een klassieke driehoekige nacho. Oh. Ze zeggen niks bijzonders over de kleur. Nee, zou het gewoon een zwarte kleurstof zijn dan? Het heeft een woordje. Ik leer het al snel. Ik denk gewoon kleurstof. Het ziet er wel heel cool uit. Vind jij het fijn dat ze hem aangeven of was je hem zelf aan? Dat maakt me niet uit. Er zit een gat. Er zit geen speeksel aan, dus. Huh? Dit lijkt wel ja, een soort lava. Oh, lekker. Ik hou echt ja, heel erg van chips gewoon. Ja. Lava. Maar als achter je. Mij. Ja, door het licht. Achter mij. Door het licht zie je. Ik weet niet of jullie dat zien. Oh. Wij zien het wat je er doorheen. Er zit zeg maar ook nog iets in het zwarte. Het is een beetje paars, zoals mijn haar. Ja, het is volgens mij gewoon geverfde chips. Ja, toon. Dus je hebt gewoon eigenlijk paars haar. Paarsig. Oké. Okay. Maar het is denk ik gewoon geverfde chips. Lekker. Ja, geverfde chips. Ja, gewoon een chipje, maar heel lekker. Heel knapperig. Ik hou het heel erg van Doritos. Ik weet niet waar het naar smaakt. Jij moet het nu zeggen. Het komt uit Spanje. Ik ben nog wel eens in Spanje geweest. Ken je, ik ken toch wel die Spaanse zoutjes? Die maiszoutjes? Ja. Die. Die je bij de Action ook kan kopen. Ja, dat is dit. Die vind ik heel lekker. Alleen deze heel hard. Meer zout bij. Ja, er mocht iets meer zout op, maar dat is dit. Dus het smaakt echt naar die. Ik vind bijvoorbeeld Doritos anders smaken. Maar het is geen smaak die ik niet ken. Ik ken de smaak. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Oh. Ik vind het wel lekker, maar er had ietsje meer wit aangemogen. Ja, ik vind het genoeg zout, maar het zou lekker zijn met wat chili. Ja. Die noedelskruiden. Ja. Mm. We zijn het wel echt eens. Ik lap het. Ja. Een beetje droog op het eind. Ja, dat bedoel ik. Er moet een dipsausje bij. Dat staat er ook. Het is niet helemaal af of zo. Ja, ze zeggen dat je er even een dipsausje bij moet eten. Nou, hier. Yo, dat lijkt me zo vies met die aardbei. Hij brandt nog niet rood, gelukkig. Ik heb echt overal lippenstift gemaakt. Lekker. Ik vind dat altijd zo vies. Ja, echt heel vies. En de laatste. Eigenlijk misschien moesten we hem wel op het begin, want nu heb ik er echt geen zin meer in. Jawel, zeker. Nee. Chocolate peanut butter pie Oreo crème flavored cookie peanut butter en chocolate flavor crème nationally artificial flavor. Artificially flavored. Als je dat woord leest, dan is het echt heel moeilijk om het in één keer goed te zeggen. Maar zou jij zin hebben in zo'n taart? Ik vind het heel vies uitzien. Ik weet ook. Het ziet er helemaal niet lekker uit. Het lijkt op puddingtaart. Oh, en ik hou helemaal niet van pindakaas. En dat is de laatste met pindakaas. Ik lust het wel hoor, maar het is meer... Ja, ik had gewoon net heel erg... We hadden natuurlijk nog niks gegeten. Ja. Dus ik zag dit en ik dacht... Oh, ik ga met de mama. En nou hebben we zoveel... Ik snap wat je bedoelt. Ik vind dit altijd heel cool. Dit gaat mijn collega's wel leuk vinden als ik dit morgen neerzet. Ja, dat denk ik ook. Vorige week vrijdag... Daar is ook heel geschikt voor. Ja, want ik had vorige week vrijdag met Chris die video, donderdag. Vrijdag zette ik koekjes 's ochtends in de koektrommel. En om 2 uur later was het op. Ja. Ik doe dat altijd met make-up bij mijn collega's. Maar dan is het echt na 10 minuten op. Op je werk. Ja. Wow, lief. Wat wel zo is trouwens bij dit soort Oreo boxen. Vergeleken met die Toen kwam ik er tijdens de edit achter. Dit is echt heel mooi. Dat de camera was uitgevallen en dit er niet op stond. Maar wat we van het koekje vonden. We vonden zeg maar de vulling is echt best wel heel erg dik. Dat is altijd bij dit soort boxen. Veel dikker dan in zo'n rolletje. En we vonden de combi van pindakaas en chocola op zich wel oké. Maar we vonden dat de pindakaas eigenlijk veel te zoet was. Het is een heel zoet koekje. En wij vonden het lekkerder als de pinda wat zouter zou zijn geweest. Dus het was niet onze fave, maar wel prima. Dus nu weer verder. Oké, dit was de video met Lot. Ik vond het heel leuk. Ik zit wel nog te eten, maar ik vond het ook heel leuk. Dit is echt ons ding. Ik vind het ook video's leuk. Maken. We zijn het ook eens. En jij... We zijn een goed team. Ja, jij keurt ook een beetje. Dat vind ik ook leuk. We hebben ook een video gemaakt voor mijn kanaal. Oh ja, dat heb ik helemaal niet gezegd. Of wel? Aan het begin. Over make-up. Nee. Nee, volgens mij niet. Sorry.
gewoon niet de bedoeling. Maakt niet uit. We hebben ook een video gemaakt voor op mijn kanaal. En dan kan je zien hoe ik Charlotte heb opgemaakt. Iets anders. Ik heb iets veranderd dan. Maar dat zien jullie wel in de video. Ja. We zouden het heel erg leuk vinden als je deze video een duimpje omhoog geeft. En als je je abonneert op ons allebei natuurlijk. Ja. En laat ook zeker eventjes in de reacties achter welke van deze snacks jou nou het lekkerst lijkt. Ja, waar ben jij nu? Stel, we zouden nu zeggen van we sturen het op. Dat is een beetje nasty, want dan is het heel oud. Welke zou je dan willen? Ja. En naar welke ben je gewoon het meest benieuwd? Dat je niet denkt hij is heel lekker, maar welke wil je echt proeven? Maar alles komt Sonny en Mia niet gesponsord wel gekregen. Ja. En op Lotte kanaal staat waarschijnlijk een hele lange video waarin ze mij opmaakt en over van alles kletsen eigenlijk over mij heel veel. Nee, ook over mij. Ja, heel weinig over jou. Je vroeg mij allemaal dingen. Ja, maar jij was ook te gast in mijn serie. Ja. Die plotseling ontstaan is. Maar kijk die even, jongens. Ja, doe even. Lange outro, 3 minuten. Ja, inderdaad. Lang nou, ik vond het leuk. Ik ook. Doei. Doei.